Het schaatsseizoen staat weer voor de deur. En om dat te vieren landen vandaag een aantal bekende schaatsers per helikopter in de Uithof in Den Haag. Zometeen een reportage. De winter staat weer voor de deur en dus gaan ook de schaatsen langzamerhand weer uit het vet. Op de Haagse Uithof is vandaag feestelijk het startschot gegeven voor het schaatsseizoen. En dat gebeurde allemaal met een helikopter. Die bracht bekende sporters als Paulien van Deutekom en Irene Wüst naar het schaatscentrum. En ze gaven clinics en deelden handtekeningen uit aan hun fans. Wat hebben helikopters en schaatsen met elkaar te maken? Eigenlijk niets, behalve als er Olympische schaatsverdetten als Paulien van Deutekom en Irene Wüst aan boord zitten. Zij openden vandaag het schaatsseizoen op de Uithof, waar de vooral jonge schaatsfans zich massaal lieten inschrijven bij de KNSB. Het schaatsseizoen begint vandaag. Hoe kom je daar niet voor? Nee. Vorig jaar zijn we wezen schaatsen en wezen skiën. Hebben we vorig jaar ook skiles gehad. Toe maar, dus hij kan het allemaal wel, maar... Kan het wel, maar nu heb je allemaal speelkussens. En ik ga spelen met mijn vriendje daar. Ja, ik doe hier veel aan snowboarden. Okay. Ik heb een jaarkaart en dan kan ik elke dag komen snowboarden. En schaatsen dat... Schaatsen doe ik niet veel. Heb je al geschaatst? Ja. Gisteren ook. Was eigenlijk mocht dat nog niet, hè? Want het schaatsseizoen is nu eigenlijk pas echt begonnen. Nog wel. Als de heli geland is, haasten de sporters zich naar de ijsbaan om de wild enthousiaste fans te begroeten. Hele leuke dag en heel veel kinderen, dat is toch heel leuk om te zien. En het is voor ons natuurlijk ook wel heel leuk met helikopter hierheen. En het is gewoon leuk dat het zo druk bezocht is en iedereen enthousiast. Dus een hele mooie opening van het seizoen. En met ons begint het natuurlijk het echte werk, om het zo te zeggen. De wedstrijd begint natuurlijk met NK afstanden. Maar dit is wel heel leuk om al die banen, die sport te vertegenwoordigen. En iedereen zo enthousiast te zien. Om te beginnen even een ererondje. Maar dan is het tijd om de fans eens te laten zien hoe je Olympisch kampioen wordt. Lekker zo. Enthousiast publiek? Ja, super. Zou je elke training wel mogen? Nee. Maar nee, super leuk joh. Voordat de verdetten weer vertrekken worden er handtekeningen uitgedeeld. En dat laten de fans zich geen twee keer zeggen.